Faamt, hè. Hij kreeg de titel van Mr. Gay Belgium. Maar, dames en heren, deze zomer heeft hij meegedaan aan de Mr. Gay Europe verkiezing. En heeft hij dat ook wel niet gewonnen, zeker? En ik heb hem vanavond voor u meegebracht. Dames en heren, Rafa Peenbroek. Voor het allemaal afblijven, want het is van mij. Want ik zie die vrouwen, die tongstjes hier allemaal nog spijt mee. Rafke, van harte welkom hier op onze show. En ja, je bent geen Mr. K.O., Mr. K. Belgium, maar ondertussen start de zoektocht al naar de nieuwe, hè. En ik ga je daar zelf een keer een woordje laten over zeggen. Jammer genoeg, ik ben nog maar pas begonnen en toch zijn we al op zoek naar de nieuwe. Kort iets erover vertellen. Mr. Gay Belgium is iemand die een ambassadeur zou moeten zijn voor de LGBT community. En wij zijn al sinds september van start gegaan voor de nieuwe te zoeken. Als er zijn hier in de zaal, of als er mensen zijn dat je mensen kent die dat zou willen doen, inschrijven kan via www.mrgaybelgium.be. Daar kun je... Ela. Daar kun je jezelf inschrijven. Voilà. Dankjewel. Dames en heren, geef dan een dataapplaus onze Mr. K-Europe, Rafa Peenbroek. Voilà, zeg.